Het theaterstuk draait om water. Om de hoogwatergul. Bij Veze en Wapenveld. Die de IJssel meer ruimte moet geven bij extreme hoge waterstanden. Mensen moesten voor de aanleg van de gul wijken. Er zijn uiteindelijk naar mijn idee 8 veehouders weggemoeten en uiteindelijk 13 gezinnen, zeg maar. Wie in een bedding slaapt, staat ooit op met natte voeten. En het draait om de wasvrouwtjes. Het stuk gaat echt over de was. Want die was moet schoon. En dat doen we de hele dag. 'S Ochtends de was, 's middags de was, 's avonds de was. Mensen van klei, mensen en ploegen. Ooit een vogel gezien die zei, tuurlijk, verbouw mijn nest maar. Haal maar leeg, maai maar omver. Ze doen wat ze willen. Hier denkt men, zoveel water kan er nooit komen. En dat is een beetje, en wij denken dan, men heeft de verkeerde uitgangspunten gekozen. Als er zoveel water komt, ja, dan zeggen we oké. Okay. Maar goed, je zult horen aan het slotlied, leggen we ons er wel bij neer. Zo zingt Linda van Wegel. En zij maakte van dichtbij mee wat het betekent als je moet verhuizen voor de hoogwatergul. Want je woont hier en in één keer wordt alles verbouwd en allemaal mensen moeten weg. Ja, heel moeilijk vond ik het wel eigenlijk. Mijn oma die moest weg en dat is gewoon zo apart. In één keer gaat je oma weg en die heeft er zo lang gewoond. Ze heeft er 30 jaar gewoond. En dat doet gewoon zoveel pijn dat ze weg moest. En haar huis was helemaal kapot. Nog kippen en alle dieren wilden ze houden. Dat is gewoon heel zwaar eigenlijk. Moest ze uiteindelijk met al haar dieren weg? Hoe ging dat? Haar schapen die hebben wij gehouden. En de hond heeft ze meegenomen. En de kip had ze ook mee, maar de haan die mocht niet daar in de nieuwbouw. Want die kraaide te hard. En verder is eigenlijk alle dieren achtergelaten. Eigenlijk heb ik het gevoel dat mijn oma hier ook echt gewoon bij is. Dat ze dit ook echt kan zien van ver af. En wij